Hey, goedemiddag. Maya. Ik ben Laura. Oh, goed. Zeker, met u ook? Dat zijn Laura. Staat u? Vertel eens, wat kan ik voor u doen? Ik heb gehoord, Career Squad, die pimp die carrière. Tada! Oké, okay, maar wat je doet? Ik weet eigenlijk niet. Wat hebben jullie eigenlijk te bieden hier? Wat heb jij al gedaan? Ik heb dingen, hondenschoen, klusjesman, ballenbak, portier, zakenman, van alles. Oké, en van opleiding? Wat heb je als opleiding gedaan? Buschauffeur en hondenschoen. En hondenschoen. En kun je mij zo wat positieve punten opnoemen van jezelf? Mijn sterke punten zijn, ik ben heel sociaal. Ik ben ook impulsief. En ik kan koprol. Oké. Normaal die koprol 10 euro, maar voor nu doe ik die zo. Oké. Zeg, en heb jij ook een bewijs van goed gedrag en zeden? Oké. Okay. De bovenkant is verkeersagressie, de onderkant is 7. Okay. Welke uren wilt je graag werken? Kijk, ik begin om 8 uur met werken. Ja. Maar ik heb pauze al tot 9. Dan werk ik tot 11:30, heb ik een half uur pauze, maar ik pak 2 uur. Kom niet af met zaterdag, dit, dat. In het weekend, je belt mij, ik leg er echt af. Je bent niet echt flexibel dan, hè? Jawel, kijk. Oké, toch wel flexibel. Oké, goed. En wat wilt je verdienen? Kijk, als ik ergens binnenkom in een tent, minimum 6.000 netto. Ik denk wel dat dat een beetje veel is, zeker voor part-time. Ach, ik wil ook een beetje proberen, je weet nooit, hè. Ja, ja, dat begrijp ik natuurlijk, maar... mevrouw, mag ik iets zeggen? Ja. Als ik een job was, hè, ja? Ik had die al lang aangenomen. Dat is lief, dank u. Ik ga even rondbellen naar een aantal klanten en dan laat ik u iets weten, maar dat gaat zeker snel in orde. En je bent bedankt om langs te komen. Career Squad, die ruikt echt goed. Fijne mensen, echt fijn. Nu nog een fijne job. Komt helemaal goed, ik hou je op de hoogte. And by the way, ik heb nog een bon van de wellness.